Javelins flying also in other places, but in Jena, the javelins flying far, very far. It's different places around the world where there's no big stadium. You have to wait for the right day to come when the wind is just perfectly aligned to where you need it to throw far. And it's individual. I can't tell it's the tailwind that is best, it's the headwind that's best. It's kind of individual. But these Segelwiesen, they allow the wind to really come in and help the javelin. In de sprint- en verspringnummers is de windsnelheid gelimiteerd tot 2 meter per seconde voor een korts. Maar voor het speerwerpen mag de wind onbeperkt waaien. En dat kan voordelig zijn. Op de Olympische Spelen van Moskou in 1980 worden de poorten van het Olympisch Stadion opengezet als de Russische shushu Dainis Kula aan de beurt is. Het windje in de rug levert hem de gouden medaille op. Maar de wind werkt niet altijd mee. Op het WK van Helsinki in 2005 zorgt een felle stormwind ervoor dat een Finse topfavoriet, Tero Pitkämäki, amper verder geraakt dan 75 meter. En in 2008, op de Golden League meeting in Rome, blaast een plotse windstoot de speer van diezelfde onfortuinlijke Pitkämäki helemaal uit zijn baan. Met alle dramatische gevolgen van dien. Kijk eens aan, een speer in de rug van een van de verspringers die daar zitten wachten. Dramatische beelden vanuit het Stadio Olimpico. En ja, Pitkämäki, die man zit natuurlijk in zak en as. De wind is zelfs zo belangrijk dat er twee typen speren voor gebouwd zijn. Je hebt de tegenwindspeer, dat is een rode speer. En je hebt de meewindspeer, dat is een blauwe speer. Ze zijn quasi identiek, want ze zijn gebonden aan de regels. Zo wegen ze allebei 800 gram. Ze zijn tussen de 2,60 meter en 2,70 meter lang. En het heft, dus het handvat hier, is tussen de 15 en de 16 centimeter. Maar er is één groot verschil. En dat zit hem hier, vooraan, in de speerpunt. De tegenwindspeer heeft een scherpe punt. De meewindspeer heeft een plattere punt. En het is met dit type speer dat Jan Zelezny zijn wereldrecord heeft geworpen. Is de meewindspeer van Zelezny de beste speer om een wereldrecord te werpen? Om dat uit te vissen trek ik dubbel gewapend naar de windtunnel van professor Bert Blokke, verbonden aan de KU Leuven en de Technische Universiteit Eindhoven. Professor, ik denk dat u het met mij eens bent als ik zeg dat een speer misschien wel het meest aerodynamische voorwerp is dat er bestaat. Toch op het eerste gezicht. Ja, bent u het daarmee eens? Ja, ja, want speerwerpers zijn daar constant mee bezig, hè, met de invloed van de wind op hun speer. Begrijp je dat? Ja, ja, zeker. Omdat speer vliegt natuurlijk met verschillende hoeken door de wind. Ja. Je hebt zijwind, terugwind, tegenwind, die allemaal de baan van de speer kunnen beïnvloeden. En wanneer het gaat over heel kleine verschillen, zoals een topsport, ook het speerwerpen, kan dat doorslaggevend zijn. Ja. Puur vanuit uw kennis van de aerodynamica, welke speer zou het meest geschikt zijn om een wereldrecord te gooien? Wel, intuïtief gezien, maar intuïtie is altijd een gevaarlijke raadgever. Ja, Zeker voor een wetenschapper. Hè? Zou je denken dat de speer met de kleinste frontale oppervlak, dus met het scherpste punt, dat die het meest aerodynamisch zou zijn? Maar we staan hier aan een windtunnel en we doen niet aan intuïtie dus. Nee, windtunnels zijn gebouwd om dat uit te schakelen. Dus laten we dat even onderzoeken. Ja, we gaan het onderzoeken. Prima. Professor, hoe snel blaast de wind nu in de windtunnel? Ja, 54 kilometer per uur. Maar dan daarna gaan we naar 30 meter per seconde. 108 kilometer per uur. En waarom net die snelheid? Omdat dat ongeveer wel een werpsnelheid is van een topatleet in het speerwerpen. Na de blauwe meewindspeer wordt ook de rode tegenwindspeer onder verschillende hoeken getest in de windtunnel. Zo wordt intuïtie over welke van de twee speren nu het beste vliegt uitgesloten met harde wetenschappelijke resultaten. Ja, dus linkse speer met de scherpe punt, dus de tegenwindspeer zogenaamd. En rechts de meewindspeer. Ja. En wat je eigenlijk ziet bij 0 graden, dat is wanneer de luchtstroom evenwijdig is aan de speer. Dus de drag, dus de sleepkracht, dus evenwijdig aan de speer, is nagenoeg identiek bij beide. Dus beide hebben evenveel luchtweerstand. Als je kijkt naar de lift, de kracht die naar boven werkt, is die nagenoeg nul. Nee, dus het verschil tussen de twee speren is verwaarloosbaar klein. Okay. Maar goed, dat verandert natuurlijk wanneer we de speer niet evenwijdig gaan plaatsen aan de luchtstroming. Hè. Dus meestal, tijdens de vlucht van de speer, is er wel degelijk een hoek, niet gelijk aan nul, zoals daar. Ja, de speer gaat bijna nooit horizontaal. Hè? Ja, klopt.
Dus gaan we even kijken bij 20 graden. Oké. Dan zie je wel wat veranderen in de stroming. Je ziet boven de speer die blauwe kleur. Ja. Dat is eigenlijk zuiging. Dus zuigt de speer omhoog. Ja. En onderaan zie je die rode kleur. Die duwt de speer omhoog. Okay. Maar als je kijkt naar dat globale stromingsbeeld, links en rechts, dat ziet er eigenlijk weer heel gelijkaardig uit. Maar wat wel heel erg verschilt, is wat we daar aangeduid hebben met de letter M. En dat is eigenlijk het moment dat werkt op die speer en dat de speer naar beneden zal doen afbuigen. Klinkt ingewikkeld. Ja, maar om dat even wat te verduidelijken, gaan we even naar de windtoe. Dat een speer op een gegeven moment naar beneden kantelt, lijkt logisch. Maar blijkbaar kantelt dus niet elke speer even snel. De professor legt uit. Ja, in het mooie Nederlands heet dat kantelmoment. Okay. En dat verwijst eigenlijk naar het feit dat de speer gaat kantelen. En dat heeft te maken met twee punten. Nou, één punt dat altijd terugkomt in de sportwetenschap, dat ken ik. Dat is het zwaartepunt. Ja. Ja, bij speer is dat, denk ik, aan het begin van de handgreep. Mm-hmm. Dus hier ongeveer. En dus de speer in evenwicht, dus dit is het zwaartepunt. Ja. Dus als je dat op die speer aanduidt, is dat ook op die plek. Ja, en dat is dus waar de speer mooi in balans is, zonder windstroming of zonder iets. Aerodynamica. Ja. Goed, dat is één van de twee punten, professor. Mm-hmm. Het zwaartepunt, maar er was nog een ander punt. Ja, daar hebben we even assistentie voor nodig. We proberen om de stroming rond die speer kort voor te stellen met een beetje rook en wat laserlicht. Ja, wat je hier eigenlijk ziet is de speer die onder een schuine hoek door de lucht klieft en waarbij er heel wat wervelingen ontstaan. En dat geeft eigenlijk een heel krachtenveld rond die speer, dus druk en wrijving. En als je al die krachten, die aerodynamische krachten, samenbrengt in één bepaald punt, dan is dat wat we het aangrijpingspunt noemen. Dat zit op 8 centimeter of 15 centimeter, nagelang de hoek, 20 centimeter achter. Ongeveer daar, achter het zwaartepunt. Achter het zwaartepunt. En wat er dan eigenlijk ontstaat, is hier staat een kracht naar beneden, de zwaartekracht. Ja, die wordt naar beneden getrokken. Dan is er hier een kracht naar boven, die lift wordt genoemd. Hier een kracht dus luchtweerstand. En eigenlijk wat je krijgt, is deze werking. En die geeft een kanteling, waardoor de speer eigenlijk na verloop van tijd naar beneden zal gaan afbuigen. Het zwaartepunt en het aangrijpingspunt van de speer bepalen hoe snel de speer zal kantelen. Vandaag is het zwaartepunt bij alle speren wettelijk vastgelegd voor het aangrijpingspunt. Maar dat is niet altijd zo geweest. Want in de jaren 80 vielen beide punten nagenoeg samen en werd er geworpen met een speer die amper kantelde en maar bleef zweven. De Oost-Duitser Uwe Hohn demonstreerde dat met deze worp van 104,80 meter, een levensgevaarlijk wereldrecord. Om ongelukken te voorkomen, besliste de Internationale Atletiek Federatie in 1986 dat het zwaartepunt van een speer voortaan een paar centimeter naar voren moest opschuiven, waardoor de speer vandaag sneller kantelt. Maar als het zwaartepunt voor alle speren wettelijk vastgelegd is, hoe komt het dan dat er een verschil is in het kantelmoment van de tegenwindspeer en de meewindspeer? Om zijn punt te maken, wijst professor Blokke ons op de verschillende voorkant van de twee speren. Dan zie je dat eigenlijk dat beeld min of meer gelijk is, maar dat er grote verschillen zijn als je echt inzoomt op die punt. Ja. Waarbij je ziet dat de rechtse figuur, dus met de botte punt, dat daar eigenlijk zo'n grotere rode zone zit. Wat eigenlijk, als je naar de getallen kijkt, betekent meer druk langsonder. Ja, die duwt de speer omhoog. En van boven iets meer zuiging. Ja. En die zuigt de punt ook meer naar boven. Dus die speer gaat langer in de lucht blijven zweven? Ja, omdat het eigenlijk die zuiging en die drukkracht, die werken eigenlijk dat kantelmoment tegen. En gaat inderdaad die speer met die botte punt een stuk verder kunnen vliegen. Ja. En we hebben daar ook een simulatie van gemaakt. Mm-hmm. Dus eigenlijk het wereldrecord van Zelezny in de computer eigenlijk gereproduceerd met de zogenaamde meewindspeer, de speer met de botte punt. De blauwe. Ja. 98 meter, 48. Ja. Goed, stel nu dat hij die andere speer had gebruikt, met de scherpe punt. Ja. Dezelfde omstandigheden, dezelfde manier van afwerpen. En in eerste instantie is die vlucht zeer gelijkaardig. Maar het is pas van het moment dat ook weer dat kantelmoment echt zijn uitwerking gaat krijgen, en dat is erg verschillend, dat je ook verschillen gaat zien in de baan en in de hoeken in eerste instantie. En naar het einde toe krijg je echt een groot verschil in de baan en dus plots ook een veel minder indrukwekkende afstand. Maar 96 meter 61. Ja, dat is nog altijd ver. Maar je ziet dat eigenlijk enkel alleen maar het detail van de punt van een speer, wat eigenlijk vrij weinig is op zo'n heel lichaam, toch wel een belangrijk eindeffect heeft. Ja, dus de les niet had intuïtief de juiste keuze gemaakt. Ja, voor de meewindspeer. Ja. De meewindspeer en de win van Jena. Geen betere ingrediënten voor een wereldrecord.
tijd voor de grote Zelezny zelf om in actie te komen. In tegenstelling tot het kogelstoten, het hamerslingeren en het discuswerpen, waarbij de werpers in de werpcirkel moeten blijven, heeft het speerwerpen een echte aanloopstrook van wel 30 meter lang. Het is zo de enige werpdiscipline met een echte aanloop. En Zelezny die zal 17 passen moeten zetten voor zijn afworp. En bij elke pas zal hij sneller en sneller moeten gaan, tot wel 30 km per uur.